Hoi, hi. Vrienden van 538. Mark hier. Ik vroeg mij af of het wel legitiem zou zijn voor een politicus om de showbiz-telefoon te bellen. Ik wilde jullie graag even laten weten dat ik elke ochtend dansend en swingend door het katshuis ga, dankzij die kekke liedjes die jullie elke ochtend opzetten. Dus blijf dat doen. En voor Florentien, zin om een keer te lunchen, meid. Groetjes en veel liefs van Mark. Gisteren waren wij op televisie. We waren onderdeel van een spelletje. Oh, van een spelletje? Ja. Dat moet de slimste. Of Boer Zoekt Vrouw. Nee. Wij zaten, jongens, we zaten in miljoenenjacht. Oh, miljoenenjacht. Waren we een vraag? In principe kunnen we sterven, want we waren een vraag in miljoenenjacht. Nou ja, en dat, het antwoord, dat had iedereen natuurlijk meteen paraat. Onmiddellijk. En klaar. En, oh, nee. Dus wij dachten waarschijnlijk van... De prijs is eruit gegaan. We doen even een makkelijke vraag om in te komen. Maar hoe ging dat dan? Nou, luister maar even mee. Dit is... Gisteravond op televisie. Bij welk radiostation zijn Tim Klein, Rick Romeijn, Niels van Baarle en Florentien van der Meulen in de ochtendshow te horen? Ja, dat was de vraag. Ja, nou. Dat was de vraag. Ja, ik dacht natuurlijk wel. Ik hoorde voor mij ergens de zoomer al gaan. Ja. Dan denk je, er staan 5 mensen op een rijtje. Ja. Er is er wel één die het weet. Ja. Die moet er op de knop drukken. Er is er wel eentje die het weet. Luister nog even verder naar het fragment. Niemand, dan ga ik het zeggen, Radio 538. Dit is de opgave. Heel bekend. Samba. No. Ik zat gewoon zo lekker in de mee. Ja. Aanwijzing? Nou, weet ik niet. Glipte er even uit. Ja. Goedemorgen, vrienden van de 538 ochtendshow en Florentien. Geert Wilders hier. Ik hoorde gisteren de boodschap van die clown, die zwendelaar, die kwakzalver van een Mark Rutte op de showbiz-telefoon. En toen dacht ik, meneertjes van de radio, willen jullie meer of minder berichten op jullie voicemail? Want dan ga ik dat regelen. En verder wens ik u vandaag veel plezier met die geldverslindende poppenkast die Prinsjesdag heet. En tegen mevrouw Florentien zou ik willen zeggen, ga niet lunchen met die Rutte. Trap er niet in. De groeten. Ajus. Oké. Maar ik zou meer berichten. Sowieso meer, toch? Meer berichten. Ik mag graag imiteren. Ja. Ik heb me eigenlijk een beetje gespecialiseerd in geluiden. Maar heb je ook geluiden dat je zegt van... Want iedereen kan een paard en een koe en een schaap... maar dingen dat je zegt van... Waar je echt in gespecialiseerd bent. Waarmee je je onderscheidt. Nou, dat is één ding en daar ben ik echt mega trots op. Ik kan de ontdooi... stand nadoen van een magnetron. Dus als je een diepvriesmaaltijd hebt en die moet dan in de magnetron, weet je, frost en defrost, ja, die kan ik gewoon perfect nadoen. Doe eens dan. Oké, dan komt ie. Lijkt die een beetje? Ja, voor het cadeau voor jou, Florentien, heeft dus één... Iedereen heeft een gemiddeld cadeau, weet je. Dan vragen ze wel, jongens, wat is een beetje gangbaar? Ja. Maar er heeft dus één iemand €50 gegeven en één iemand €5. 50, wat aardig. Wie denk je dat is? Nou, ik kijk hier even gewoon naar het budget. En dan denk ik, kijk toch Tim aan. Die heeft het meeste, denk ik. Hij kijkt me helemaal verbaasd. Dat denk ik ook, ja. Ik dacht dat hij de €50... Die is juist. Maar wie heeft die €5 gegeven? Ja, nou, dan denk ik toch aan het minste budget. En is het van één van ons vier dan? Ja. Oh, ik denk Niels dan. Ja, inderdaad. Het minste budget. Oh, ik heb het veel meer gegeven. Nog 5 te veel. Ja.